Hey Minoesje, daar ben je dus! Oh, ik ben zo blij dat je er weer bent! Kom hier, lekker bies, dan krijg je de haai over de bol! Koele, 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 koele! Jij zal waarschijnlijk honger hebben van al dat eten! Maak je maar geen zorgen! Oh, en zoek maar voor wat lekkers! Want je hebt zo hard gelopen dat je echt iets lekkers verdiend hebt! Minoesje, waar ben je? Het eten is klaar, kom je? Waarom hoor ik hem niet? Waarom geeft hij geen antwoord? Ik ga maar eventjes buiten kijken. Minoesje! Minoesje! Hij zal toch niet weer van huis gelopen zijn? Want dat zal niet leuk zijn. Mijn moeder zal me dan vermoorden. Minoesje, waar ben je? Vervloekte bever. Ooit op een dag zal ik hem eens een keertje krijgen. Als hoe durft hij de natuur zomaar te verwoesten? Oh, zometeen, als hij al die bomen meteen kapt, dan blijft er nog geen boom over. Minoesje, waar ben je? Neem me niet kwalijk, meneer. Hebt u misschien mijn poesje gezien? Achteruit, ik waarschuw je, jongeman. Oh, nee, niet schieten. Alsjeblieft niet. Ik ben al veel te jong om te sterven. Oh, sorry dat ik je liet schrikken. Maar wacht eens even. Wie ben je eigenlijk? En wat doe jij hier in Boystad? Nou, ik woon hier. Je woont hier? Zonder vergunning of zo? Nou, het zit namelijk zo, we wonen hier pas net in Boystad en we wisten niet hoe dat allemaal voor elkaar zit hier. Nou, dat is altijd heel belangrijk. Je moet altijd, als jij in Boystad wil gaan wonen, altijd een vergunning vragen. Zo niet, dan vlieg je eruit. Oh, het spijt me zeer vreselijk. Sorry dat we daar niet aan hebben gedacht. Nou, dat maakt niet uit. Ik geef jou binnenkort wel ooit nog eens een vergunning, zodat je hier nog lang genoeg kunt blijven. Oké, maar kun je me alsjeblieft even helpen? Ik ben mijn poesje kwijt. Nou, dan zal ik mij maar eventjes aan u voorstellen. Ik ben dus de boswachter van Boystad. Ik ben ook burgemeester, maar grotendeel ben ik dus boswachter. Mijn echte naam is Alfred. Wat is jouw naam? Ik ben Owen en ik ben een goede vriend van Ricardo Cartoon. Ken je die jongen? Van Ricardo Cartoon? Ken je hem dan? Jazeker. Vertel op, hoe is het met hem? Is hij soms verhuisd? Want ik heb hem al een tijd niet meer gezien. Maak je maar geen zorgen, meneer de boswachter. Ricardo Cartoon woont nog steeds in Boystad. Hij woont nog altijd in dat huis bovenaan de heuveltop. Oh, gelukkig. Ik moet eventjes diep in adem komen. Maar meneer de boswachter, waar ken jij Ricardo Cartoon van? Nou, weet u, Owen, Ricardo Cartoon was vroeger mijn klasgenoot op school. Hebben jullie bij elkaar op school gezeten? Nee, niet bij elkaar. Ik zou zeggen niet bij elkaar op school. Maar ik bedoel, hij was vroeger een leerling van mij. Ik was vroeger de leraar op school, maar hij zelf was vroeger een leerling. En hij was altijd een goede leerling geweest. Serieus, hij deed alles goed, hij deed alles perfect. En sinds dat hij nu weg is van onze school, heb ik hem al een tijd niet meer gezien. En daarom zit ik dus af te vragen hoe het met hem zit. Ja, hij zal wel in orde zijn. Hey jongens, kijk, dat zijn Owen en de boswachter. Hey daar, Bratislava! Waar is dat voor? Waarom zegt hij dat? Nou, gewoon. Hij zegt dat gewoon om iemand te begroeten.
Ricardo Cartoon, ik ben blij dat ik je weer eindelijk eens weer ontmoet. Ja, dat is al een tijd geleden. Ah, Ricardo. Ah, zeg, Ricardo, ken jij deze jongen? Ja, natuurlijk, dat is Owen. Hij woont hier in Boystad. Zonder vergunning? Ja, het spijt me. Sorry dat we er niet aan hebben gedacht. Maar we beloven dat wij voor hem ook een vergunning geven. Zodat hij gewoon nog in Boystad kan blijven wonen. Boswachtertje, waarom lach je nou zo? Owen, je dacht toch zeker niet dat ik jou echt niet hier in de stad wilde hebben? Nou, je bent hier gewoon altijd welkom hoor. Boystad is voor ieders zijn eigen thuisplek. Ah, bedankt. Ik was al bang dat ik hier niet meer mag wonen. Nou jongens, ik ga maar weer verder met mijn onderzoek. Met je onderzoek? Maar meneer de boswachter, wat ben je dan aan het doen? Ricardo, er is hier een bever in het bos gesignaleerd. En die bever die is van plan om alle bomen te kappen. En als er dadelijk geen boom meer over is, dan is het geen bos meer. Dus ik moet die bever tegenhouden voordat hij al die bomen heeft gekapt. Dus ik moet nu zo snel mogelijk weg hier hoor. Misschien zie ik je nog wel eens. Tot ziens! Nou Owen, je boft maar dat je niet weg hoeft te gaan. Zonder vergunning. Hey Owen, dat is toch helemaal geen reden om te huilen? Je mag van de boswachter gewoon blijven. Dat is alles. Nee Ricardo, dat is niet het probleem. Het probleem is, ik ben mijn poesje kwijt. Je poesje kwijt? Ja, Minoesje, mijn poesje. Ik wilde hem net nog eten geven. En toen ik terugkwam, was hij ineens spoorloos verdwenen. Oh jee, en hoe is het dan eigenlijk gebeurd, Owen? Nou, ik weet het zelf ook niet. Maar hij kwam net terug van het stappen toen ik hem meteen eten ging geven. Maar toen was hij ineens plotseling weer verdwenen. Ik kan het niet geloven, Owen. Een kat die weigert om te eten. Nee, hij wilde niet. Hij weigert nooit. Hij doet dat anders nooit weigeren. Er moet iets met hem gebeurd zijn, maar wat? Oh. Ja, Owen. Ik kan jullie verder niks meer doen. Als je de boswachter had gevraagd, dan zou die jou wel kunnen helpen. Dat wou ik ook doen. Maar hij had mijn belofte gewoon gebroken. Ik vind het zo jammer. British lava, ik denk dat ik de oplossing voor het probleem heb. Is dat echt waar? Dat weet je nooit, Owen. Thijs heeft altijd oplossingen. Daar moet je je namelijk niks van aantrekken. Wat nou als ik Jan Poesje voor je red? Zeg eens, Owen, hoe ziet een poesje eigenlijk eruit? Nou, het is een wit poesje en hij heeft een bruine rug en een bruine oogje. Dat is geen probleem. Dan zal ik die voor je vinden, British lava. Thijs, doe het nou niet. Maar waarom niet? Het enige wat ik hoef te doen is dat poesje zoeken. En ik heb hem gevonden. Maar Thijs, je weet toch wat de boswachter heeft gezegd? Er is hier een bever gesignaleerd die alle bomen kapt. Zo dadelijk als die bever jou ziet en hij kapt de bomen, je komt zo onder die boom terecht en dan ben je er geweest. Dan zal ik die bever een lesje leren. Luister goed, Owen. Ik zal voor jou de poesje voor je terughalen. Hoe dan ook. Weet je dit zeker? Heel zeker! Op mij kun je rekenen, hoor! Maak je maar geen zorgen, British lava! Oh, bedankt, Thijs! Hoe kan ik je bedanken? Ik ben u eeuwig dankbaar! Maak je maar geen zorgen, British lava! Ik zal die bever in 1, 2, 3 op zijn wel slaan! Ik hou veel van bubbels! Echte bubbels in de lucht! Floris? Ja, Ricardo? Denk je dat Thijs die bever aan kan pakken? Ik denk het niet. Ik denk dat die bever hem zal aanpakken als hij niet oppast. Een
Niet zo snel, bevertje. Als je deze boom afbreekt, dan heb je iets meer mee te maken, hoor. Kom maar op als je durft. Ik sla je niet boel lelijk neer, Bratische lava. Ah, durf je dat wel? Jazeker. Spring maar, ik vang je wel op, hoor. Kom hier, Poesje. Dan brengen we je zo snel mogelijk weer terug naar Owen. Alsjeblieft, Owen. Hier is je vergunning. Nu kun je voor altijd in Boystad blijven wonen. Oh, dankjewel, meneer de boswachter. Wat zou mijn moeder ervan zeggen? Oh, bedankt, meneer de boswachter. Ik ben erg blij dat ik nu voorgoed bij Ricardo Cartoon kan blijven. Ja, zeg dat wel, Owen. Thijs. Hallo allemaal, Bratislava. Owen, ik heb voor jou een hele mooie verrassing voor je meegebracht. Minoesje. Oh, bedankt, Thijs. Je hebt een poesje daar gevonden. Oh, koele, 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 koele. Oh, Minoesje, wat ben ik blij dat je er weer bent. Je moet de volgende keer beloven dat je niet meer mij zomaar in de steek laat. Thijs, ik moet toegeven, je bent een echte held. Gefeliciteerd. Dankjewel, Ricardo. Bratislava. Oh, en nog wat. Ik geef jou een dikke duim. Omdat je Owens kat gelukkig nog op tijd hebt gered. En trouwens, hoe zit het eigenlijk met de bever? Nou, die heb ik lekker in elkaar geslagen. Lol, hè? Cat. I'm a kitty cat.